Er zijn eigenlijk twee soorten zwemwater in Brabant. De plassen die door de gemeente of het waterschap gecontroleerd worden, zoals bijvoorbeeld recreatieplas Berkendonk in Helmond of het Engelenmeer in Den Bosch. Ja, of je gaat zwemmen in wateren die niet gecontroleerd worden. Zoals hier bijvoorbeeld de Dongen in Geertruidenberg. Dit water wordt niet gecontroleerd. Nou goed, het weekend waren hier nog heel veel jongeren die hier verkoeling zochten tijdens het warme weer. Maar goed, dan zwem je dus in dit water. Maar hoe ongezond is dat nou eigenlijk? Er kan van alles in water zitten. Denk bijvoorbeeld aan schepen die gewoon hun afvalwater lozen. Hun huistuin- en keukenwater, om het zo maar te zeggen. Tja, en alles wat daarin zit, komt dus in het water. En dat, ja, daar zwem je doorheen. Ja, dat lijkt me niet echt heel gezond. Dat is niet fris. Niet fris, maar zeker ook niet ongevaarlijk, want de risico's zijn groot. Zeker als je je gesteldheid, je persoonlijke gesteldheid wat is aangetast. En dat gebeurt heel snel met dit weer. Door de zon, wat slechter eten, zonnebrand, noem maar op. Dat je dan een infectie kan oplopen. En dat kan een infectie zijn met de ziekte van Weil, die van ratten afkomt. Dat kan hepatitis zijn, geelzucht. Allerlei darminfecties, virussen die in het water zitten, oorontsteking. Daar kom je pas achter op het moment dat je het hebt natuurlijk. En ja, er zullen deze zomer ongetwijfeld nog veel dagen volgen met zonovergoten weer. Maar ben dus gewaarschuwd. Nee, het is natuurlijk heel erg leuk. En het is, maar ja, je hebt toch wel een behoorlijk risico. En het is niet leuk om de rest van de zomer in je bed te liggen met een ziekte van Weil. Wat toch heel lang kan voortzeuren. En dan zeg ik ja.